vandaag gekomen om het belang van Stijn en zijn inwoners te dienen. Daarbij zijn geloofs- en levensovertuiging waardevolle en onmisbare bronnen waaruit mensen kunnen putten en waaraan zij inspiratie ontlenen. Wij doen ons bestuurlijke werk zonder dat we onze individuele ideeën boven die van een ander stellen. Respect voor andere ideeën vormt een onlosmakelijk onderdeel van ons werk. En dames en heren, in verband met de aanslag in Brussel en de doden ten gevolge zou ik eigenlijk graag ook een minuut stilte in acht willen nemen. Dank u wel. Dames en heren, we hebben bericht van verhindering van de raadsleden de heer Domen, mevrouw Van Mulke, de heer Janissen en de heer Boers. Dit is nummer 15. Dat is Julie Meijers. Julie Meijers. Daarmee hebben we de opening en de afmelding en mededeling gehad. Kunnen we overgaan naar het vaststellen van de agenda. Komen we zo bij het initiatiefvoorstel. Wie heeft op- of aanmerkingen bij de voorliggende agenda? De heer Govers. Voorzitter, zoals ik bij de griffier al had aangemeld, wil ik voor agendapunt even zoeken. 8, heel kort even het woord. Als kan. Daarmee wordt agendapunt 8 geen A-stuk, maar een B-stuk. Ja. Kunnen we overgaan naar initiatiefvoorstel structurele doorstart aanpak krimp. U hebt allemaal van de griffier ontvangen artikel 36, dat regelt hoe we moeten omgaan met een initiatiefvoorstel. Het initiatiefvoorstel is ingediend door de fractie GINA, de VVD, fractie Govers en de fractie Stijns Belang. Je hebt allemaal kennis kunnen nemen van het voorstel. Ik zal even ook voor de mensen thuis even kort de toelichting en het te nemen besluit aanhalen. Waarna we het voorstel in stemming brengen. U kunt voor of tegenstemmen met een korte stemverklaring. En een korte stemverklaring zijn 2 of 3 regels waarbij u motiveert waarom wel of niet als u dat wenst. En vervolgens kijken wij dan of het stuk wel of niet op de agenda wordt geplaatst op basis van de stemming. Het voorstel wordt aangegeven dat nadrukkelijker blijkt dat krimp in meerdere opzichten centrale beleidsthema is voor de komende jaren in de gemeente Stijn. En dat zaak is met een zo breed mogelijk draagvlak nader uit te werken en te vertalen in concrete actiepunten. En om dat brede draagvlak te krijgen is het initiatiefvoorstel ingediend dat een te nemen besluit heeft, een plan van aanpak, concretisering van de aanpak krimp en mogelijke aanpassingen of aanvullingen op het fungerende coalitieakkoord en mogelijke aanpassingen, aanvullingen op de collegesamenstelling. Dat is eigenlijk kort samenvat het initiatiefvoorstel en dat brengen wij nu in stemming. Wie is voor het voorstel en wie wenst een stemverklaring? Wie is voor? Kijk even de fracties Stijn Belang, de heer Govers en de VVD. Wie is tegen het initiatiefvoorstel? Dat is... Ja, dat mag. U mag het nu doen. Voorzitter, ik heb op een andere wijze al kenbaar gemaakt hoe ik, laten we zeggen, dit voorstel waardeer. Wil ik vooropstellen dat het een uitermate belangrijk onderwerp is, een uiterst belangrijk thema. Dat is de reden dat wij als gezamenlijke fractievoorzitters dit onderwerp bij de kop hebben gepakt en daar de lijnen hebben uitgezet over hoe wij daarmee om willen gaan, ook naar de totale raad toe. En dan vind ik dat als je met elkaar daar afspraken over maakt, dat het niet aangaat om vervolgens de deur uit te lopen en je eigen spoor te trekken en je niets van die afspraken aan te trekken. Dat is voor mij de reden geweest, voorzitter, om eerder aan de bel te trekken. En ik ben van mening dat we de lijn die we als gezamenlijke fractievoorzitters hebben uitgezet ook door moeten zetten en op die manier verder moeten gaan. Dat is de reden waarom ik tegen dit voorstel ben. Prima, kijk even verder. De heer Klaassen.
Voorzitter, en ik heb daar in ieder geval voor dat deel van de verklaring van de heer Van Avent niets aan toe te voegen. Ik voeg daar wel nog aan toe dat wij ook al een wethouder Krimp hebben die daar volop mee bezig is. En die twee dingen samen doen ons in ieder geval besluiten. En dan spreek ik namens de voltallige DOS-fractie dat wij vinden dat het stuk niet behandeld moet worden inhoudelijk, maar dat we het moeten doen volgens de afspraken die we daarover gemaakt hebben. Dank u wel. Kijk nog even verder rond. De heer Gorks. We hebben een Krimp-wethouder en dit is onze eigen CDA-wethouder waar we heel blij mee zijn. En we denken dat deze meneer het zelf heel goed kan regelen dat we er geen oppositiefiguur of voorzitter wethouder bij nodig hebben. Dank u wel. De heer Koumans. Voorzitter, wij hebben in ieder geval mede inhoud gegeven aan het initiatiefvoorstel. Alleen met het doel om nog sterker dan we aanvankelijk de bedoeling hebben de acties om de Krimp aan te pakken, aan te jagen. Ik denk dat het, en dat vind ik jammer, dat het door een ieder zo gezien zou kunnen worden dat we alleen maar die versnelling erin aan willen brengen vanuit ook de ervaring als we om ons heen kijken dat er her en der veel gebeurt op de Krimp. Het is ook nodig en in Stijn gebeurt dat veel trager dan wij hadden mogen verwachten. Wij blijven achter datgene staan wat we eerder hebben aangesproken. Het is alleen een toevoeging, maar het wordt anders gezien door een grote meerderheid van de Raad. Jammer, we hebben niks tegen de huidige Krim-wethouder. Maar we hebben ook nog op het onderdeel Krim erg weinig van hem gezien. Hij doet goed. Zijn ontstekende... Ik sta even om een korte stemverklaring, meneer Koumans. Hij doet ontiegelijk zijn best op het gebied van... Het sociaal domein, daar maak ik mee af. Goed, de heer Govers wens nog een stemverklaring. Voorzitter, in vergelijkbare woorden wat de heer Koumans zegt. Wij hebben inderdaad afspraken gemaakt en dat fractievoorzitters overlegd, maar dat is in beperkte mate en de discussie en de besluitvorming moet hier in deze raad plaatsvinden. Bovendien is dat maar een klein gedeelte van het verhaal. En eigenlijk is dat alweer 3-4 weken geleden en we hebben er niks van gezien. We zien geen actielijst, we zien verder niks gebeuren. Dus eigenlijk zou iedereen maar weer terugvallen op het oude praatje. Voorzitter, en praatgroepen hebben we genoeg. Daar kunnen we voor bij Gerda in Meersterrecht. Maar hier in deze raad moet het actieplan worden vastgesteld. Gewoon even een korte stemverklaring. Dus geen, ja, voorzitter, en wat betreft de wethouder Krimp. Dat is de wethouder die nou juist een overvol programma heeft. Zijn handen vol heeft hetgeen wat hij doet. Dat doet hij goed overigens, voorzitter, geen enkele discussie erover. En dan roepen van ja, Krimp lossen we dan wel even op voor iets wat nog aan de, in de beginstoende staat, voorzitter. Dat is mij te gemakkelijk. Ik ga ervan uit dat de heer Jansen zijn handen vol heeft aan hetgeen wat hij nu doet. Dat moet hij ook vooral goed blijven doen. Maar daar past denk ik het verhaal Krimp absoluut niet in. Want ik denk dat het inderdaad overvol is. En ik ga ervan uit dus dat dat ook zich zal wreken in de manier zoals wij de komende tijd daarmee geconfronteerd worden. Concreet actie aan de slag, voorzitter. En niet alleen maar met praatgroepjes. Goed. Kijk wie er naar vader staat, mevrouw I. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik sluit me aan bij de woorden van de heer Van der Avert. We hebben een brainstormsessie gehad met de fractievoorzitters, waar we thema's hebben aangekaart met betrekking tot de Krimp. We zijn een traject afgesproken. We hebben ook afspraken gemaakt wat al in gang zal worden gezet door de organisatie. In mei hebben we een grote bijeenkomst met de hele raad. En ik vind niet dat we daar dwars doorheen moeten gaan. Ik was wel heel even op het verkeerde been gezet toen ik het krantartikel zag. Ik denk, is daar weer een afsplitsing geweest? Want ik zag daar dat er 5 oppositiepartijen het voorstel ondersteunden. Maar als ik dit tel, waren het er 4. Dus ik dacht, misschien het Stijns Belang weer een afsplitsing, maar het is dus niet zo. Mevrouw, je hoeft geen via u, voorzitter. Ja. Ik maak zelf reclame voor mijn partij. Goed. Doet u dat voor de PvdA, dan hebt u uw handen vol. Voldoende, ik ga naar de heer Salde. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook de VVD heeft het initiatiefvoorstel gesteund, omdat we buiten de afspraken wat we hebben, dat we toch meer vaart erin willen hebben. En voor de wethouder, die buitengewoon goed zijn portefeuille beheerst. Maar Krimp is niet alleen 3D, Krimp is meer, is ook accommodatiebeleid is alles. En daarvoor wouden wij apart een wethouder erin ook. Dat was het, voorzitter. De heer Meijers. Ja, voorzitter, toen ik het voorstel las, ontbrak bij mij elke logica om dat op deze wijze te doen. Ik vind dat wij als gezamenlijke fractievoorzitters in een traject zijn gestart om ook het Krimp-verhaal aan te pakken. Dan denk ik dat wij ons daaraan moeten conformeren. Dat is de normale, charmante gang van zaken. En dat noem ik een praatgroep.
Ik denk dat de fractievoorzitters in voldoende mate serieus zaken benaderen. We hebben twee scenario's aangegeven waar aan gewerkt zou worden. Daar wacht ik dan ook de resultaten van af. We hebben ook, dat is ook overcompleet, een wethouder Krim. Ik zie dat is een haar al op de Krim geknipt heeft, voorzitter. Wat dat betreft ook geen enkel probleem. En wat mij betreft hoeft dat voorstel dan ook voor mij niet aan de orde te komen nu. Ik wandel de weg die wij gezamenlijk hebben afgesproken. En ik vind het ook niet correct dat partijen daar tussentijds al weer van die terugtrekkende en afwijkende bewegingen van maken. Dat komt de bestuurscultuur in elk geval niet ten goede. Goed, dank u wel. Daar kan ik constateren dat voor het voorstel en plaatsing op de agenda heb gestemd de fracties Steins Belang, de heer Komans en de heer Lardinoy, de heer Govers en de heer Salde, de overige aanwezige raadsleden en fracties tegen hebben gestemd, dat daarmee het voorstel niet op de agenda wordt geplaatst en niet wordt toegevoegd. Dank u wel. Kunnen we over naar de vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 18 februari. En u hebt er kennis van kunnen nemen dat de Griffie u een gewijzigde besluitenlijst heeft gestuurd, omdat de wijziging die was aangebracht door het amendement ingediend door de fractie CMB met betrekking tot de Oogstdankfeestloods was gewijzigd en het stond in de oorspronkelijke besluitenlijst niet correct opgenomen. Dus dat u even weet dat er een gewijzigde besluitenlijst aan u is toegezonden. Verder nog op- of aanmerkingen bij de voorliggende besluitenlijst? Kijk even rond. Verder akkoord. Dank u wel. Kunnen we over naar agenda punt 4, raadsvoorstel benoeming commissieleden Steins Belang en DOS. En ik tik even dus ook akkoord. De raadsvoorstel vaststelling protocol 2015, controleprotocol, ook akkoord. Het raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Schutterstraat 17 Aalslo, akkoord. Het raadsvoorstel uitwerking doelgroepen voor Limburg, de wijziging van de GR Omnibus, akkoord. Dan komen we bij het eerste B-stuk, het raadsvoorstel verlening ontheffing van het vereisten van ingezetenschap. Het was een A-stuk, dat heeft de heer Govers gevraagd even kort het woord over te mogen voeren. Ik geef het woord aan de heer Govers. Voorzitter, ik doe het zo kort dat ik dat vanaf deze plaats kan doen. Ik vind het een uitstekend voorstel dat wij geleidelijk aan het moment zijn ontsnapt. Dus dat we de wethouder moeten beoordelen op zijn functioneren. En niet waar zijn bed, met wie hij in bed ligt en waar hij slaapt. Dat het relevant is, voorzitter. Dus wat dat betreft een prima voorstel. En ik ben blij dus dat we eindelijk die stap gemaakt hebben, want er waren wel eens tijden dus dat fracties riepen van nee, de wethouder moet in deze gemeente slapen en hij moet 70% en ze wouden bij wijze van spreken zijn koffie nog serveren, dat hij precies de koffie kreeg die deze raad van belang achtte. Prima voorstel, voorzitter. Wethouder Fiddelers, u doet wat in uw vrije tijd wat u moet doen en wat u wilt doen. En als u hier een gemeente Stein moet besturen, dan mogen we vanuit dat we kwaliteit van u leveren. En op een aantal punten zijn we tevreden en op een aantal punten mag het nog wat beter. Maar daar komen we nog wel een keer op terug. Waarvan de akte en daarmee is het voorstel in ieder geval, want ik moet het even in stemming brengen nu. De rest was allemaal akkoord. Ik neem aan dat er geen wijzigingen komen. Dus daarmee is het unaniem akkoord. Gefeliciteerd wethouder Fiddelers. Dan kunnen we overgaan naar het raadsvoorstel, het initiatief, moet ik wel even zeggen, het initiatief raadsvoorstel, rekenkamerrapport, subsidiebeleid, gemeente Stein. Heb gezien, de spreektijd is 3 minuten. Heb ook gezien, er is geen spreektijd ingeruimd voor het college. Dat lijkt mij ook logisch. Het is een rapport van uw raad. U hebt daartoe opdracht gegeven. U gaat daar vanavond met elkaar over van gedachten wisselen. En dat weet u dus. Het college zal daarbij niet toegestaan zijn het woord te voeren. Het is het rapport van uw raad. En u moet vooral onderling met elkaar het debat erover voeren en de conclusies trekken die u daarover wenst te trekken. Goed, dat even vooraf, dat daar geen onduidelijkheden meer over ontstaan. Kijk even rond wie het woord zou willen voeren. De heer Thomassen, begrijp ik. De heer Koumans. De heer Govers. Mevrouw I. En de heer Driessen. En dan begin ik deze keer aan de linkerkant bij de heer Thomassen.
Voorzitter, collega raadsleden. Voor ons ligt het initiatiefvoorstel in zaken het rekenkamerrapport subsidieverstrekking. Laten we vooraf stellen dat het rapport een helder verhaal is met een duidelijke toonzetting en aanbevelingen om het bestaande subsidiebeleid aan te scherpen en de transparantie en de naspeurbaarheid van de verstrekte subsidies te verbeteren. Alleen op die manier kan getoetst worden, kan het door de Raad geaccordeerde beleid getoetst worden. Daar zijn we uiteraard voorstander van. De Rekenkamer dient erop toe te zien dat het beleid vertaald wordt naar heldere financiële kaders, richtlijnen en afspraken en rapportage. Wat dat betreft is het rapport ook heel duidelijk. Daar is in relatie tot de huidige situatie nog behoorlijk wat ruimte tot verbetering. Sterker nog, de conclusie is dat er geen heldere lijn is, geen duidelijk beleid, laat staan rapportage. Het rekenkamerrapport gaat echter niet over het beleid en de beleidskaders die de Raad volgens ons zou moeten vaststellen. Wel worden er een aantal zinsneden gebruikt in het rapport die voor ons op zijn minst vragen om een goed inzicht en doorzicht van de consequenties alvorens verantwoorde beleidskeuzes te maken. Als voorbeeld noem ik hier de koppeling van het verhuur van accommodaties en commerciële tarieven. Dat is één in de ogen van onze partij een stellingname die we in deze fase alleen maar kunnen steunen als daar een compenserende subsidie tegenover staat. Inzicht in de effecten van een dergelijke keuze is daarbij voor ons essentieel. En als DOS hebben we dat in het verleden al meermaals bepleit. Voorzitter, het subsidiebeleid heeft voor ons primair een stimulerende doelstelling. Stimulerend in de zin van het leveren van een bijdrage aan sociaal-maatschappelijke initiatieven die meerwaarde hebben voor de kwaliteit van onze leefgemeenschap. Of we het daarbij nu hebben over doelen van een sportvereniging of een welzijnsinstelling. Het heeft ook de intentie in onze ogen om een goede en onderbouwde nieuwe initiatieven te steunen, ook al is daar het resultaat niet altijd vooraf nadrukkelijk te bepalen. Daar komt ook bij dat wij vinden dat je soms minder objectiveerbare doelen moet willen steunen, al is het vanuit de beeldvorming dat dit bijvoorbeeld een bijdrage zou kunnen leveren aan het welzijn of de maatschappelijke cohesie. Zaken die vaak moeilijk objectiveerbaar zijn. Wat wij als partij niet willen is een subsidiebeleid wat louter op harde uitgangspunten en rekenkundige principes is gebaseerd. Dat nodigt niet uit. Wat wij wel willen is een helder subsidiebeleid, gebaseerd op heldere uitgangspunten en criteria. En dat missen we nog in het initiatiefvoorstel. Dit initiatiefvoorstel is in onze ogen niet verkeerd, maar is volgens ons het sluitstuk van een ander voorliggend traject en een proces wat als eerste moet gebeuren. Namelijk het vaststellen van de beleidskaders en de uitgangspunten door de Raad. Wanneer we die helder hebben, dan kunnen we de regels en de procedures ervoor afspreken die ervoor zorgen dat niet alleen een transparant subsidiebeleid ontstaat, maar ook helderheid en naspeurbaarheid aanwezig is. De heer Goors en meneer Thomas, u bent al ruim over uw tijd heen, dus u moet langzamerhand gaan afronden. Meneer Govers nog even. Ja, voorzitter, ik vind het prima dat de heer Thomas dat zegt. Dat hadden we al lang moeten hebben. Maar ik kan me nog volgens mij de tekst van een coalitieakkoord herinneren wat er nu voor ligt, dat we dat ook inderdaad moeten hebben. En dus u kunt uw college, uw wethouders erop aanspreken dat het er nog niet is. Dus ik hoor graag van u, God, ja, de dringende noodzaak om te zeggen van wethouders, waar blijft u met uw verhaal? Meneer Govers, even een korte interruptie. Ik snap uw interruptie, meneer Govers. Ik maak even mijn verhaal af, dan is ook mijn doelstelling duidelijk. Waar het ons om gaat is dus eerst dat we beleid formuleren. En ik nodig ook de raadsleden uit in te zetten op het formuleren van dat beleid en die uitgangspunten en met elkaar daarop volgend te kijken hoe de voorstellen van de Rekenkamer en de bijbehorende adviezen, hoe die passen bij dat beleid. Ik kan er een heleboel thema's nog benoemen over ons subsidiebeleid. Nogmaals, het gaat ons erom. Kijk nou eerst naar de criteria en de uitgangspunten voor een goed en helder en transparant subsidiebeleid. En kijk vervolgens pas in hoeverre dit initiatief en raadsvoorstel daarop aansluit dan wel ingepast wordt in datgene wat wij beleidsmatig willen. Dat is ons verhaal. Geef het woord aan de heer Koumans. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben goed kennis genomen. We hebben dat ook in de commissies behandeld van het
rapport wat is uitgebracht over het subsidiebeleid. En ik mag in enkele woorden zeggen wat dat voor ons betekent. Betekent dat wij in ieder geval een spiegel ons kunnen voorhouden, zowel als raad, als gehele raad. En dat geldt ook voor een deel, op iets andere wijze, ook voor het college, waarin wij op een aantal punten meer dan tekortschieten. We hebben de zaak, en dat moeten we onszelf aantrekken, niet op orde. Ons subsidiebeleid, ja, dat is niet wat het moet zijn. Wij kunnen dat initiatief voor, wij onderschrijven de conclusies en aanbevelingen die de Rekenkamer gedaan heeft in zijn totaliteit. Wij willen best nog even sleutelen aan de kaderstelling waarop nieuw beleid gebaseerd zou moeten zijn. Dat is een klus, maar die hebben we zo geklaard met de Raad als we daar meteen aan zo willen beginnen. En ik zou dat voor mijn fractie althans zo snel mogelijk willen aanzetten. Ik vind ook dat we in dit huis ruimte moeten creëren. En we gaan niet over wat de ambtenaren moeten doen, dat is het college. Maar via u, voorzitter, breng ik dat toch bij het college op tafel om aan te zetten dat de ambtelijke organisatie met voorrang aan nieuw subsidiebeleid gaat werken. En ik zou graag zien dat we daar minimaal één keer in de twee maanden een voorgangsrapportage van krijgen. Dat mag de ene keer een raadsinformatiebrief zijn, maar ik heb dat liever een stuk informatie in de commissie waar we van gedachten kunnen wisselen over de voortgang. Dus vaart maken met het nieuwe subsidiebeleid, de klus om de kaders te stellen. Nou, die zie ik niet zo zwaar, daar moeten we aan beginnen. Of het daar makkelijk over eens worden, dat is het tweede. Die ervaring worden we rijker als we aan de slag staan. Morgen beginnen als het ermee ligt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Koumans. Geeft het woord aan de heer Govers. Voorzitter, van mijn kant facts en figures, feiten en conclusies bij dit agendapunt. En het is duidelijk dat de Rekenkamer een onafhankelijk onderzoek heeft gepresenteerd wat voor Stijn dramatisch uitpakt, voorzitter. Een onderzoek met een resultaat wat aangeeft dat het ten aanzien van subsidies goed mis zit. En mijn complimenten aan mevrouw Van Mulken. Helaas is zij er vanavond niet, welke nadrukkelijk zei van niet alleen de aanbevelingen, maar ook de conclusies horen bij inclusief bij dit raadsbesluit. En op het moment dat je de conclusies erbij trekt, voorzitter, dan zul je ook als degene die daar direct jaar in jaar uit verantwoordelijkheid voor dragen, ook daaruit je consequenties moeten trekken. Ik ben benieuwd of dat gebeurt, voorzitter. En let vooral op het jaar 2009, want vanaf dat moment is het volledig misgegaan met de objectiviteit van de subsidieafhankeling. Ik citeer uit de Rekenkamer, voorzitter, bevinding 8 op pagina 18 van het rapport. En als je consequent bent, dan moet je daar ook wat mee doen, voorzitter. Maar ik ben benieuwd of dat gebeurt. Voorzitter, en die subjectiviteit die er natuurlijk is, dat hoort erbij dat je dat ook repareert. Dat je verenigingen die daarin tekortgeschoten zijn, dat je dat ook nadrukkelijk repareert. En wij verwachten van het college een heel concrete actie op zeer korte termijn om dat volledig inzichtelijk te maken welke clubs daar in negatieve zin zijn uitgekomen. En zo niet, voorzitter, dan hebben we een motie achter de hand om dat de volgende raadsvergadering dan alsnog aan deze raad voor te leggen, voorzitter. Kijk ook richting 2009, toen mocht wethouder Govers er niet meer meedoen. Voorzitter, mag ik daar toch een vraag stellen? Ja, vanavond. Want de heer Govers heeft zich vanavond al eerder geëtaleerd als de kampioen van de vooruitgang en van het vooruitkijken. Ja. En ik constateer dat hij hier vooral achteruit wil kijken. Wat, hoe moet ik dat nou zien, meneer Govers? Of hangt dat een beetje van hoe de pet staat? Voorzitter, als je subjectiviteit in je beleid hanteert en in je conclusies en in je collegebesluiten, dan kan het niet anders dus dat op een gegeven moment dat naar buiten komt, dat je daar een oprechte reparatie voor inzet. We hebben dat vanavond overigens in een of andere nieuwsbrief ook al geconstateerd. Dus dat heet dan een coulance-regeling. Ik zou het anders willen noemen, voorzitter. Dat geldt hier ook precies hetzelfde. En ik zou als verenigingen die zich tekort gedaan voelen, nadrukkelijk op dit moment ook bij de gemeente de rekening neerleggen. Wat hebt u mij aangedaan? Heel simpel, voorzitter. Voorzitter, ik heb uit het rapport van de Rekenkamer, met alle respect, niet kunnen lezen dat hier verenigingen door het beleid van de gemeente tekortgeschoten en tekort gekregen hebben.
Nee, voorzitter, dat zeg ik ook niet. Wat wij constateren is dat de Raad onvoldoende helder kaders geschapen heeft, wel gemeenschapsgeld verstrekt heeft, zonder dat expliciet in doelen en maatschappelijke effecten te meten. En daar zegt de Rekenkamer van, dat zou goed zijn als de Raad dat repareert en voor de toekomst verandert. Maar dat is niet wat de heer Govers daar als conclusie aan verbindt en al met moties voor de volgende raadvergadering gaat komen, dat met terugwijkende kracht van alles en nog wat gerepareerd zou moeten worden. Nee, voorzitter, u hebt niet goed geluisterd. Goed, de heer Govers. Ik heb niet goed geluisterd. Ik heb de Rekenkamer concludeert dat het normbesef er niet was, dat de objectiviteit niet nadrukkelijk aangetoond is. Integendeel, op het moment dus dat niet objectiviteit aangetoond is, dan mag je verwachten dat er een kans is dat het subjectief is geweest. En wij willen het college nadrukkelijk vragen op grond van een aantal jaren te onderzoeken waar subjectiviteit al dan niet heeft opgetreden. En als het in orde is, dan is het prima. Maar als er subjectiviteit zichtbaar is, ja, oké, voorzitter, dan hebben we een punt om te repareren. Niks. De heer Thomas. En ik begrijp dat uw partij daar voorstander van is. Meneer Govers, dus u onderstreept daarmee het feit dat het heel belangrijk is aan de voorkant heldere kaders en uitgangspunten te definiëren om in de toekomst die subjectiviteit te voorkomen waar u op doelt. Dat roept u in uw coalitieakkoord al 2 jaar. En ik zou de wethouder Velders vanavond zeggen, joh, kom op nou, ga eens een keer aan de slag en repareer dat. Dan kunnen we in de toekomst dat toetsen. Meneer Govers, u kunt doorgaan, want u bent al ruim over de tijd. Dus ik geef nog voorzitter, willen we dit onderwerp serieus behandelen of gaat u gewoon even snel met een paar minuten erin jassen? U hebt volgens mij aan de voorkant helder van mij doorgekregen. Nee, dat begrijp ik maar. Heeft. Dus ik verzoek u nu dit verder te gaan, af te ronden. Ja, voorzitter, de conclusies zijn helder. Administratieve chaos, niet doelmatig. Ik lees gewoon voor wat in het rapport staat, voorzitter. Facts en figures, dat heb ik niet bedacht. Dat heeft de Rekenkamercommissie bedacht. Dus met andere woorden, werk aan de winkel. En blijkbaar was 2009 het jaar waarin dat daar niks veranderd mocht worden. En dat was toen een dwarsligger voor een wethouder Govers blijkbaar geen plek meer. Maar goed, voorzitter, ik ga ervan uit dus dat we dat repareren. Ik wacht af met spanning af wat er tot en met de komende raadsvergadering gebeurt. Gebeurt er niets? Gebeurt er niets, voorzitter, dan zullen we kijken of dat we een motie zullen indienen om te kijken of dat we de zaak toch in beweging kunnen brengen. Dat was het, voorzitter. Ik had nog een vraag aan meneer Govers. Ja. Ja, u zegt van aan de slag en beginnen en morgen beginnen en starten. Ik hoor dat de heer Komens ook zeggen. Maar naar mijn bescheiden mening is de heer Fiddelers toch al een hele tijd bezig hiermee. En heeft hij toch al gedurende enkele commissievergaderingen aangegeven met subsidiebeleid bezig te zijn. Hij heeft dus een rekenkameronderzoek laten instellen. Dat is allemaal onderdeel van een traject waarin ze nou bezig zijn. Nou is het onderzoek is hier op tafel gekomen. En nou, daarin wordt aangegeven dat wij kaders moeten gaan stellen. Voorzitter. En dan wil u al voor de kaders gesteld worden, wil u al meneer Fiddelers aan de gang zetten. Dat volgens mij volgorde helemaal niet. Mijn verhaal afmaken. En dat is dus het verhaal wat we daar straks hoorden over het initiatiefvoorstel is eigenlijk precies hetzelfde. U doet steeds op eigen wijze gaat u dingen ondernemen wat niet volgens de afgesproken volgorde zijn. Dat volgens mij klopt het niet helemaal. De heer Komans. Ja, ik wil van alles op het bordje van de heer Fiddelers leggen, maar de Raad heeft iets met de Rekenkamer. En de heer Fiddelers heeft ook een verhaal gekregen van wat hij heeft kunnen lezen en daar zijn conclusies uit kunnen trekken. Maar hij heeft geen enkele opdracht gegeven. Dat zou we wel thuis kunnen doen, maar niet hier. Nee, maar daarom begrijpt u ook vanavond zo goed dat de Raad aan het woord is. U hebt het helemaal begrepen waar het over gaat. Niet het college is aan zet, maar de Raad, want de Raad is opdrachtgever van het Rekenkameronderzoek. Goed, dank u wel, meneer Govers. Ja, voorzitter, ik moet een antwoord geven op de vraag van de heer Driessen. Of mag ik dat ook al niet meer? Doen we zo meteen een tweede termijn. Nee, voorzitter, heel kort. Govers, gewoon een tweede termijn, maar het is een korte interruptie. En we gaan nu al het debat met elkaar voeren. Voorzitter, het spijt me dat u blijkbaar mensen, raadsleden, wel een vraag aan mij laat stellen, maar dat ik geen antwoord mag geven. Ja, helaas concludeer ik dat. Ja. Mag u zo doen? Was volgens mij ook geen vraag, was meer een opmerking van de heer Driessen. Dat de heer Fiddelers al bezig was. Geef het woord aan mevrouw I. Dank u wel, voorzitter.
Voorzitter, zoals de heer Komens al had aangegeven, is het een opdracht van de Raad geweest voor een rekenkameronderzoek te laten te doen voor het subsidie, naar het subsidiebeleid. Dat was ook een heel even een verwarring in de commissie, omdat ik toen ook al heb gezegd van het is aan de Raad. Het college die kan wel het rapport hebben gelezen en alvast voortvarend aan het werk gaan, maar de Raad is aan zet om ook die opdracht te verlenen. Ja, het was een rapport die toch wel heel even schrikken was van ja, goed, het subsidiebeleid. We hebben een heel rijk verenigingsleven binnen de gemeente Stijn. Maar dat het beleid vanaf 2009 eigenlijk ontbreekt, dat de kaders ontbreken en ja, dat er geen objectieve beoordeling kan zijn met betrekking tot het verstrekken van subsidies, omdat er geen kaders zijn. Neemt niet weg, en dat stond ook in het rekenkameronderzoek, dat het dat niet aantoonbaar is gemaakt dat er onterecht subsidies zijn verleend. Dus het zou heel goed zijn, en het is ook fijner werken voor ook de ambtenaren als ze subsidie verstrekken, dat ze gewoon goede kaders hebben. Wat is de doelstelling? Wat willen we bereiken, wat willen we als gemeente en aan de hand van die criteria dat de subsidie ook verleend wordt. Ook, nou, dat zijn een aantal aanbevelingen. En die aanbevelingen, die zes aanbevelingen, die nemen wij als, tenminste, dat was in de commissie en ik neem, de raad zal het nu bepalen, wij nemen dat als raad over. We hebben daardoor ook dat initiatiefvoorstel, of ja, dat voorstel hier in de raad aan de hand van de beraadslaging in de commissie, is dit voorstel zo hier voorgelegd. Nou, en die zes aanbevelingen, nou, daar vragen wij even aan het college van neem deze ter hand, ga ermee aan de slag en kom in december 2016, dus eind van het jaar, met een beleid. Ja, goed, en de raad die moet wel goed de kaders stellen. Wat willen wij als raad? Wat willen wij als raad? En daar begint het mee. En niemand spreekt zich echt uit. Wat willen wij? Wat willen wij als raad met het subsidiebeleid? Nou, in het kader van dat heel veel, ja, dat in het kader van de bezuinigingen zullen we toch veel meer een beroep moeten doen op vrijwilligers. Vrijwilligers zijn op dit moment zijn ze werkzaam. Ja, ze hebben het ontzettend druk. Dus ik denk dat dat een van de speerpunten is. Oh, ik had nog een andere afspraak, zag ik. Mevrouw I moet zo weg, want ze heeft een andere afspraak. Die had ik al afgezegd, maar. Ja, voorzitter, toch even. Gaan we nu de kadernota blijkbaar al inhoudelijk behandelen. Dus ik vind het prima. Maar nee, ik denk als wij een opdracht geven aan de raad, zullen wij wel kaders moeten stellen. Ja, aan het college. En hier gaan we nu een opdracht geven aan het college van nemen die aanbevelingen ter harte, maar aanbeveling 1 is wel de kaderstelling. En die kaderstelling was wel een aanbeveling voor de raad. Maar ik hoor u al van alles roepen over vrijwilligersverhaal. En ik heb het woord vrijwilliger in de kader, in de noten van de rekenkamer geen moment gelezen. Dus. Nee. Maar goed, ik vind het prima. Nee, maar dan, voorzitter, dan moet u wel op een bepaalde manier de vergaderorde wel aanpassen, want dan hebben we nog wel even nodig, denk ik. Nee, maar wat ik wel bedoel is dat als wij een rijk... Volgens mij mag mevrouw I gewoon dat zeggen wat ze wil als ze past binnen de agenda. Ik heb nog niks gehoord wat niet bij de agenda hoort. Dus mevrouw I, nu het woord. Want wij hebben een rijk verenigingsleven. Willen wij dat verenigingsleven ook zo houden, hebben we ook heel veel vrijwilligers nodig. En daar, en die koppeling... Ik denk wel dat we alles aan elkaar moeten koppelen, zoals het vrijwilligerswerk, het verenigingsleven, het subsidiebeleid, het accommodatiebeleid. Dat zit allemaal in elkaar en je hebt één paraplu. En dat zijn, ik denk dat voor mij als opdracht aan het college is van bekijk die samenhang. En voor de rest zijn het wat willen wij ook als raad? Een van de, wat willen wij, hoe willen wij verantwoording? Een van de aandachtspunten, aanbevelingen was vooral in de begroting en in, de, jaar, in het jaarverslag ook de effecten en, van de subsidies te meten. Te verantwoorden. Nou, en dat vind ik een hele goeie. En ik denk dat wij daar ook op kunnen sturen.
Nou, en voor de rest spreekt het voor zich. Welke informatie hebben wij als raad nodig? Ja, dat zijn dadelijk als wij de kaders goed gesteld hebben, dan kunnen we ook zeggen van nou, dit zijn de KPI's die wij op het in het kader van het subsidiebeleid willen. Nou, dat willen wij dan ook iedere keer in de, ja, in de begroting en in het jaarverslag zien. Tot zover. Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Salde. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vandaag bespreken we het subsidiebeleid van de gemeente Steyn. Aanleiding daarvoor is een zeer kritisch rapport van de Rekenkamer over dit subsidiebeleid. Of beter gezegd, over het niet hebben van dit beleid. Onze gemeente geeft jaarlijks miljoenen uit aan subsidies, ongeveer zo'n 5 miljoen. Daarbij is het vrij onduidelijk welk beleid gevoerd wordt in deze gemeente. Geen eenduidig en schijnbaar volstrekte willekeur van de toekenning. Voorzitter. De heer Meijers. Bij interruptie. Kan de heer Zalde mij aangeven hoe hij aan die 5 miljoen komt, wat daar het aandeel is op lokaal niveau, dan bedoel ik schutterijen, voetbalverenigingen, harmonieën en dit soort zaken, fanfares, speelclubs en wat er aan professionele instellingen gesubsidieerd wordt? Dat kan ik niet precies aangeven. Ik heb het gewoon over het gehele subsidiebeleid, het kader. Dat is 5 miljoen. Dat zijn stichtingen, verenigingen, maar ook professionele clubs. Dat klopt. Maar het totaal is 5 miljoen. Nou, daar kom ik zo meteen in mijn betoog nog even op terug. Is de heer Zalde het met mij eens dat het, als het gaat om lokale subsidies, het op een totale begroting van 60 miljoen gaat om 6 ton, dat is 1%? Dat ben ik niet met u eens. Ik denk dat de lokale subsidies meer zijn dan 6 ton, meneer Meijers. Maar ik kom zo meteen in mijn betoog nog terug waarom ik daar die informatie over wil hebben. Dank u wel. Goed. De heer Zalde, gaat u verder. Daarbij is vrij onduidelijk welk beleid gevoerd wordt in deze gemeente. Geen eenduidigheid en schijnbaar verstrekte willekeur van toekenningen. Er zijn nauwelijks tot geen doelen gesteld. Hoofdconclusie van de Rekenkamer is dat het beleid niet doelmatig en niet doeltreffend is. Verder concludeert de Rekenkamer dat het vastgestelde beleidskader voor accommodatiebeleid niet wordt gehanteerd. In Jim en Janneke taal zeg je dan dat je iets afspreekt met elkaar, maar het gewoon niet doet. De Raad heeft daarmee geen zicht op het totaalbeeld van de verstrekte subsidies. Sterker nog, een overzicht van de verstrekte subsidies is niet voorhanden. Dus je geeft geld uit zonder dat je kunt aantonen waar je dan uitgeeft en hiermee is de controlerende taak van de Raad dus onmogelijk. We zijn het dan ook met de Rekenkamer eens dat het huidige subsidiebeleid van deze gemeente onduidelijk is. Erger nog, dat er ogenschijnlijk onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende verenigingen. De Rekenkamer geeft ook aan dat wij, de Raad, in gebreken zijn gebleven. Immers, een goede gemeenteraad dient kaderstellend aan te geven wat zij verwacht van het college. Eigenlijk dien je als raad op voorhand aan te geven welke kaders het beleid moet voldoen. Nu ontbreken in grote lijnen deze kaders en heeft het college een carte blanche. Als het gaat om kaders aangeven, dan hebben wij als VVD Steyn wel een aantal kaders die wij zo terug willen zien in het nieuwe beleid. De VVD wil zich inspannen om in gezamenlijkheid met de rest van deze raad te komen tot een sober en rechtvaardig subsidiebeleid dat zou moeten leiden tot een nota van uitgangspunten. In onze opinie komt erop neer dat subsidie alleen wordt verstrekt als het nut, lees maatschappelijke waarde, en de noodzaak ontegenzeggelijk zijn aangetoond en de financiering via een andere weg onmogelijk is gebleken. Het aanvragen van subsidie zou, als het aan de VVD ligt, via een centraal subsidieloket moeten verlopen. Ook is de VVD van mening dat we dus echt ander beleid zouden moeten ontwikkelen en niet uitgaan van oude rechten. De nieuwe kaders gelden voor elke subsidieaanvraag en de toekenning en zijn dus daar voor iedereen gelijk. De verantwoording over subsidies moet wat ons betreft in het vervolg openbaar gemaakt worden. En bij het toekennen van subsidies zou het resultaat centraal moeten staan. Over wat wij nu verstaan onder dit resultaat willen we graag met de andere fracties de komende tijd in deze raad of commissies van gedachten wisselen. Het nieuwe subsidiebeleid moet dus transparant zijn en gericht op resultaat. Het nieuwe beleid moet vooral ook uniforme en duidelijke regels hebben en moet daarmee voorkomen dat in de toekomst subsidie wordt verstrekt aan initiatieven die sympathiek lijken, maar waar Steyn weinig tot niets aan heeft.
Om te komen tot dit nieuwe beleid vinden wij het belangrijk om te weten wat de parameters nu zijn. We willen dan ook een inzicht krijgen tot het op heden verstrekte subsidies. We hoeven daar echt niet jaren terug te gaan. Laat het college nu eens overleggen over 2015 en 2016 wat er verstrekt is aan subsidies. Dit helpt in het proces tot duidelijkheid en het vormen van een beter subsidiebeleid. Tot zover mijn eerste termijn. Ik kon net zeggen, ik kom te afronden. Ik heb u ruim de tijd gegeven, maar ben net klaar. Ik geef voorzitter, de woord aan de avond. Even terug. De heer Thomas. Vraag naar de heer Zalde. De heer Zalde betekent ook dat de VVD zegt dat stimuleringssubsidies zonder een helder resultaat vooraf gedefinieerd is, wat jullie betreft uit den boze. Daar kun je over discussiëren, maar wij vinden het in eerste instantie niet goed. Een stimuleringssubsidie is geen echte subsidie voor een vereniging of een club. Helder. Goed. Ik geef het woord aan de heer Van der Avert. Voorzitter, mijnerzijds ook een korte reactie in ieder geval op het rapport. Waar wij natuurlijk met z'n allen geruime tijd op hebben zitten wachten. En wat ik met zeer veel belangstelling heb zien binnenkomen en heb gelezen. En als je dan het verhaal op zijn merites probeert te beoordelen, dan is het schokkend. En het is eigenlijk ook wel een beetje gênant als je het zo leest. Want het geeft wel een duidelijk beeld van hoe we jarenlang in dat opzicht te werk zijn gegaan. En als ik het goed lees, dan moet ik constateren dat zowel de Raad en het college de zaak eigenlijk op zijn beloop hebben gelaten. Maar dat ook de Raad daarin, laten we zeggen, diezelfde rol heeft gespeeld en zich dat mag aantrekken. Dat is jammer. Maar goed, daar hebben we dus nu mee te maken. Dat is een gegeven. Overigens, ik wil daarbij wel zeggen dat wat mij betreft niet hierdoor per definitie gelden onterecht zijn besteed. Dat wil ik beslist niet zeggen. Ik denk dat veel geld op de goede plaats terecht is gekomen en op de juiste manier is gebruikt. Maar als je geen ruimte hebt, of als je geen beleid hebt, en dat heb ik een vorige keer ook al eens een keer betoogd, dan ontstaat er ruimte voor willekeur, dan ontstaat er ruimte voor cliëntelisme. En ik ben bang, als ik zo terugkijk over de afgelopen jaren, dat dat hier en daar ook wel eens een keer het geval is geweest. En ik hoop ook dat we, laten we zeggen, met de constateringen in dit rapport en met het feit dat we dit voortvarend gaan aanpakken, in ieder geval zorgen dat er een beleid ontstaat dat toetsbaar is, dat transparant is en waarin ieder het gevoel kan hebben dat die rechtvaardig behandeld wordt, ook ten opzichte van de anderen, want ik denk dat dat een heel belangrijk element is. Dat betekent natuurlijk wat ons in de komende periode nog in de verschillende onderzoeken van de Rekenkamer... Ja, Govers. Voorzitter, is het de heer Van der Avert dan met mij eens dus dat hij, wanneer hij constateert dat enig cliëntelisme aan de orde is geweest, dat op dat moment per definitie dat toch ten opzichte van degene die niet tot die cliënten behoren, daar een zekere een grote mate van subjectiviteit in zit. En dat het toch gerechtvaardig is, nu we dit met z'n allen constateren, dat we in ieder geval toch even de klok moeten terugzetten om te kijken hoe dat dan is gegaan. Ik zou me daar wel heel ongelukkig mee voelen als u dat met, en ik constateer dat met u, hè, ja, dat we dat op deze manier dan maar laten zitten. Dat kan toch niet? De heer Van der Avert. Kijk, meneer Govers, laat ik er dit op zeggen. Ik heb mij allang, laten we zeggen, kunnen verenigen, kunnen instemmen met het feit dat in deze samenleving niet altijd alles even rechtvaardig is. Zo is het nou eenmaal, dat is een gegeven, daar kan je van roepen, dat mag niet, dat kan niet. En dat is niet, maar zo werkt het gewoon, zo is het systeem. Het gaat erom dat er geen grote uitwassen ontstaan en dat mensen niet heel nadrukkelijk worden benadeeld in bepaalde situaties. En als er sprake is van nadrukkelijke benadeling, dan neem ik aan dat mensen ook wel aan de bel trekken en dat ook wel laten weten. En dat wij als raad ook oren hebben om te luisteren naar die samenleving en te weten wat er omgaat. Alleen waar je naartoe wil, is een beleid waarin je heldere criteria hebt, wat toetsbaar is, wat transparant is en waar iedereen op voorhand het gevoel heeft dat hij krijgt wat hij hebben wil. Dat is als antwoord op uw vraag. Voorzitter, er komen nog een aantal onderzoeken. Ik ben benieuwd wat daar natuurlijk uit gaat komen. Maar goed, dat is dan. Voor dit moment kan ik me vinden in het voorstel, in de conclusies en in de aanbevelingen. En ik wil toch nog wel even mijn waardering uitspreken voor de zakelijke en correcte wijze waarop de Rekenkamercommissie dit rapport, laten we zeggen, heeft gepresenteerd. Als een eerste cadeautje, moet ik zeggen, hebben ze eventjes laten zien wat ze kunnen. En ik ben daar zeer verheugd over en ik kijk met grote belangstelling naar wat er nog gaat komen. Daar wil ik u bij laten. Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Driessen. Voorzitter, leden van de Raad. Vanavond ligt voor het initiatief raadsvoorstel in zaken het Rekenkamerrapport subsidiebeleid van onze gemeente. Op 2 december is door de Rekenkamercommissie het onderzoeksrapport subsidiebeleid naar onze gemeenteraad gezonden.
Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van het huidige subsidiebeleid en aanbevelingen te doen om te komen tot een nieuw, aangepast en geactualiseerd beleid. Uit de conclusies van het onderzoek is gebleken dat er sinds 2009 geen doelmatig en doeltreffend subsidiebeleid meer is geweest. Dat is dus een periode van liefst 7 jaar waarin geen concrete kaders gesteld zijn. En het ontbreken van deze kaders heeft er onder andere toe geleid dat de maatschappelijke effecten welke men met het subsidiebeleid zou willen bereiken, niet meetbaar waren. Wij als CMB zouden graag zien dat er na al die jaren van passiviteit, 2 verkiezingsperiodes waarin velen hier aanwezig deelgenoot waren van deze raad, nu wel op korte termijn begonnen gaat worden met de herbeziening van het subsidiebeleid. Het is aan ons als raad de kaders daarvoor vooraf aan het college kenbaar te maken. En daartoe onderschrijven wij de conclusie zoals die zijn opgetekend door de Rekenkamercommissie, waarbij wij wel willen opmerken dat deze conclusies enkel van belang zijn om te komen tot een nieuw, duidelijk omschreven, maatschappelijk verantwoord en eerlijk subsidiebeleid. Wat wij zeker niet willen, is dat conclusies gebruikt gaan worden om weer terug te gaan kijken op de afgelopen jaren. Ons gaat het namelijk om de toekomst. En in dat kader hechten wij veel meer belang aan de door Rekenkamer geformuleerde aanbevelingen. Deze aanbevelingen nemen wij graag over. En wij zouden het college dan ook willen vragen om met deze aanbevelingen voortvarend aan de slag te gaan om binnen afzienbare tijd tot een geactualiseerd subsidiebeleid te komen. Wij als CMB hebben ideeën over het nieuwe te voeren beleid en zijn al enige tijd bezig met het opmaken van een eerste opzet hiertoe. Graag willen wij deze eerste opzet met kaders, waarin duidelijk uiteindelijk de kaders en doelen geformuleerd worden, waarmee het college aan de slag kan, delen met alle partijen hier aanwezig. Dit met als doel om hier allemaal eens kritisch naar te kijken, maar ook om aanbevelingen te doen, aan te vullen, CQ-zaken in te brengen. Op deze manier zouden wij als raad een breed gedragen nieuw subsidiebeleid vast kunnen stellen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Dries. Ik kijk even rond wie behoefte heeft aan een tweede termijn. De heer Govers, mevrouw I. Daar aan die kant verder niemand. De heer Thomassen. 3 mensen begrijp ik. Ik geef het woord eerst aan de heer Govers en dan kunt u meteen even antwoord geven op de vraag die de heer Dries u gesteld heeft. Het woord is aan de heer Govers. Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik thuis de opdracht krijg om de kamers te stofzuigen en mijn vrouw vraagt van heb je er al iets aan gedaan? En ik antwoord ik ben ermee bezig. Maar ze merkt er niks van, voorzitter. Dan schiet mijn opmerking natuurlijk wel tekort. En zo is het hier ook, voorzitter. Ik hoor de vet van de fiddlers en ik begrijp hem erin. En dat is mijn antwoord op de vraag van de heer Driessen. Op het moment dat hij zegt, ja, ik ben ermee bezig, maar we merken er niks van. We merken overigens ook niets bijvoorbeeld van het concrete onderzoektraject van Mergelakken, wat er hier overigens los van staat, maar wel essentieel is in het hele verhaal, hoe wij met subsidies en het omgaan met verenigingen omgaan, voorzitter. Dit soort zaken, dat is essentieel om dat concreet op te pakken. Ik hoor vanavond hier diverse keren zeggen van ja, we moeten naar de toekomst werken, maar je zou als vereniging in het verleden maar structureel ten opzichte van degenen die wel bevoordeeld zijn, wel gecliënteerd zijn, wel via het subjectieve beleid, je zou maar een nadeel hebben, voorzitter. En ik acht het van belang dat we daar ook voorzitter helderheid in krijgen, voorzitter. Wat daar gebeurd is. Ik kan me heel goed voorstellen, meneer Govers, dat verenigingen waar heel veel mensen actief bezig zijn om goede dingen te doen, met de woorden die u gebruikt, dat mensen zich geschoffeerd voelen. In die zin dat mensen het gevoel krijgen dat ze dingen aan het doen zijn waar ze onterecht een bijdrage in krijgen. En volgens mij is dat niet zo. Nee, voorzitter, u draait het om wat ik zeg. Ik denk dat er verenigingen zijn waar heel veel mensen actief bezig zijn, misschien wel eens onterecht subsidies zijn onthouden. Ik draai het om. En dat wil ik weten. Het gaat mij niet degenen die bevoordeeld zijn, voorzitter. En als dat absorbante bedragen zijn, moeten we dat terugvragen. Maar het gaat mij om degenen die juist tekortgeschoten zijn. Daar wil ik
Ik heb vanavond het woord coulance ergens van het college in een brief gelezen. Ik vind het een prima woord. Laten we dat ook maar doen ten aanzien van degene die met het subjectieve subsidiebeleid tekortgedingen gedaan, voorzitter. Daar moeten we het over hebben. Maar voorzitter, ik begrijp... Was nou even concreet, wil u die vraag ook vanavond voorleggen aan de mede-raadsleden? Want we kunnen natuurlijk niet op een suggestie van u alleen iets doen. Is dit nu een concrete vraag aan de mede-fracties? Of we wel of niet nog met terugwerkende kracht naar een aantal dingen gaan kijken? Want u geeft het een aantal keren aan, maar u wordt er verder niet concreet in. U zegt, en anders kom ik de volgende keer met een motie. We moeten denk ik wel vanavond helderheid bieden. Ja, voorzitter, ik vraag dat concreet of dat wij het nadrukkelijk nodig vinden dat de subjectiviteit die in het rapport van de Rekenkamercommissie is genoemd, of dat we dat inhoud willen geven en inderdaad coulance willen tonen voor degenen die daar nadeel van hebben ondervonden. En als de raadsleden daar zeggen van dat is prima, dan heeft het college eigenlijk op korte termijn het nodige te doen. En ik denk dat dat alleen maar duidelijkheid verschaft hoe wij in deze gemeente er bestuurlijk voor staan, voorzitter. Wat gebeurd is gebeurd. Maar als we moeten repareren, dan moeten we repareren. En ik vraag dat aan de Raad of dat ze het daarmee eens zijn. Ja. Zo niet, voorzitter, dan moeten we misschien dat via motie nog een keer helder maken. Ik geef het woord even aan de heer Van de Avers van korte interruptie. Voorzitter, ik kan daar rechtstreeks een antwoord op geven. Ik heb net in mijn betoog al aangegeven hoe ik daarin sta, hoe ik daar tegenaan kijk. Ik heb niet de indruk van mijn kant dat er, laten we zeggen, partijen zijn die ernstig tekort zijn gedaan in deze situatie. En waar ik zeker geen geld voor over heb, is om nu te gaan vroeten en zwarte pieten uit te delen. Goed, helder. Kijk even wie nog meer het woord gevraagd had. Mevrouw I. Ik geef het woord aan mevrouw I. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de Partij van de Arbeid die wil gewoon vooruitkijken. En de heer Govers wil met terugwerkende kracht kijken van waar partijen onterecht subsidies hebben gekregen en waar partijen onterecht geen subsidies hebben gekregen. Ik denk, als er geen kaders zijn, kun je dat dus helemaal niet objectief bekijken. Dus voor mij is dit een onderzoek die gewoon niet haalbaar is. Dus, voorzitter. Ik kijk altijd naar die kant, de heer Meijers. Bij interruptie. De kaders voor de maatschappelijke effecten, die zijn niet benoemd. In de subsidieverordeningen op alle onderdelen hebben wij wel gedegen criteria geformuleerd, waaraan men moet voldoen om een aanmerking te komen voor een bijdrage uit de gemeentelijke subsidiepot. Dat is voor verenigingen, of ze nou muziek spelen, voetballen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, ouderen bewegen enzovoorts. Die moeten aan een aantal criteria voldoen. Daar zijn normen voor aangelegd. Daar zijn normeringen voor aangelegd. En daar heeft het college wel aan voldaan. Wat wij niet gedaan hebben is criteria en kaders gesteld. Welke maatschappelijke doelen wij beogen te bereiken. Dat is zeker in het kader van ons beleid voor de toekomst met eigen kracht enzovoorts enorm belangrijk. En die maatschappelijke effecten, die kaders, die zullen wij moeten concreter maken. Goed. Ik geef het woord terug aan mevrouw I. Goed, dank u wel, meneer Meijers. Dat is ook wat ik zeg. Het Rekenkamercommissie heeft ook aangegeven dat er niet aangetoond is dat er onterecht subsidies zijn verleend. Dus aan die maatschappelijke effecten, dat is ook wat ik zei van wat willen wij als raad. In de participatiemaatschappij waar wij dus nu aan het werken zijn, hebben wij de verenigingen heel hard nodig. Met de verenigingen, want zonder verenigingen, daar heb je geen sociale cohesie. En dat is gewoon een heel heikel punt voor de Partij van de Arbeid. De sociale cohesie willen wij gewoon terug. En daar heb je dus de verenigingen voor nodig. De VVD zegt de nut en noodzaak, dat er echt nut en noodzaak aantoonbaar gemaakt moet worden en gericht op resultaat. Ja, dat is ook heel subjectief. Want wat voor u nut en noodzaak is, hoeft voor mij geen nut en noodzaak te zijn. Wat voor u kwaliteit is, hoeft voor mij geen kwaliteit te zijn. Dus wat bedoelt u daarmee? U zegt ook van stimuleringssubsidie wil ik niet, vinden wij geen subsidie aan verenigingen. Nou, zo kiem je eigenlijk smoor je eigenlijk alle initiatieven. De heer Salde, even als reactie op de vraag van mevrouw I. Als reactie, de nut en noodzaak, dat is net de zaak, de thema's waar we het over moeten gaan hebben, hoe we dat meerbaar kunnen maken. Dat is voor ons wel belangrijk.
En ja, stimuleringssubsidies, ik zeg, ze zijn bespreekbaar. Maar ik wil niet het effect hebben van, laat ik het voorbeeld noemen van, we hebben binnenkort het referendum. En dan krijgt iemand 40.000 euro voor wc-rollen te bedrukken. Dat vind ik geen echte goede subsidie. Dank u wel. Maar dat is ook een stijl niet aan de orde, voorzitter, bij interruptie. Maar meneer Meijers, het is een voorbeeld. Laat ik dat even stellen. Het hoeft niet een stijl in orde te zijn, maar het is wel een voorbeeld. Je had de taxi moeten doen. Ik geef het woord nog even kort terug aan mevrouw I. Voorzitter, toch even. We kunnen er wel mee lachen. Maar wat de heer Salder natuurlijk bedoelt, is dus dat niet met twee regeltjes aanvragen een vereniging gewoon even wat over de straat krijgt gegooid. En dat zegt hij weer Meijers terecht. Dat moeten we wel degelijk scherper toetsen. Dus dat is ook wat de rekenkamer zegt. De normering is er dus niet. En ik vind dus wel dus dat we daar aandacht moeten geven. En ik sluit niet uit dat die vernormering in het verleden wel eens heel diep in de ladekast van menig collegelid heeft gelegen. En dat het hem goed uitkwam om toch maar ergens subsidie te geven. Ik sluit dat niet uit, voorzitter. Ik geef het woord aan de heer Meijers. Voorzitter, toch bij interruptie om de indruk niet te laten bestaan dat er in de gemeente Stijn gerommeld zou zijn met het subsidiebudget, want dat is uiteindelijk gemeenschapsgeld, wil ik er toch bij opmerken dat degenen die subsidie hebben gekregen, dat gekregen hebben op basis van de regels die de Raad heeft vastgesteld. Welke maatschappelijke doelen wij daarmee beoogd hebben, dat is een tweede. Maar we moeten ook niet met terugwerkende kracht regelingen waar men gebruik van gemaakt heeft, nu opnieuw aan een toets gaan onderwerpen. Dat is verspilde energie. En ik ga ervan uit dat de heer Zalde, die heeft ook een aantal jaren die portefeuille gehad waar hij subsidies moest verlenen. Daar ga ik tenminste van uit dat hij dat naar eer en geweten gedaan heeft en op basis van criteria aanvragen getoetst heeft. Dat is hetgeen wat ik stel. Goed, de heer Salden nog even kort als reactie. Ter antwoord naar de heer Meijers, dat was inderdaad eenmalig subsidie wat ik onder mijn beheer had. En die eenmalig subsidie, die kun je wel toekennen als stimuleringssubsidie. Dat is een ander, maar dat is geen vaste subsidie. Dat is een eenmalige toekenning. En die zou je als stimuleringssubsidie kunnen gebruiken. Maar een vaste subsidie geven is wat anders. Goed. Maar we hadden, voorzitter, bij interruptie naar de heer Zalden toe, want er is een raadsdebat. In dat kader, bent u ook met mij eens, meneer Zalden, dat wij in de subsidieverordeningen hadden opgenomen dat incidentele subsidies of startsubsidies en stimuleringssubsidies onder bepaalde condities en voorwaarden door het college verleend konden worden. De heer Salden. Dat ging zich alleen om incidentele subsidies. Voor de anderen niks. Goed. Mevrouw U, was u klaar met die tweede termijn? Anders... Nee hoor. Naar aanleiding van wat ik zei, kwam er een heel debat aan. En dat was blijkbaar... Ja, dat is ook de bedoeling. Het was een raadsdebat. Ja, wat de heer Salden, de incidentele subsidie hoort ook bij het subsidiebeleid. En... Wat ik wil met het beleid, dat het toetsbaar en transparant is en waarom subsidies verleend worden, wat de missie, wat de visie is van de Raad met betrekking tot de subsidies. En dan kun je, wat zijn de maatschappelijke effecten wat wij daarvoor willen bereiken? En wat de heer Driessen, die zei dat het CMB al bezig was met het subsidiebeleid, dat was toch niet dat de wethouder zei, we zijn al voortvarend bezig met als met college. Ja, ik tel soms 1 en 1 op en dan dacht ik van... Nou. Maar ik vind het als raad zijn wij op dit moment ook aan zet. En we moeten niet afwachten richting het college van kom maar met de kaders en dan kijken wij of die kaders bij de raad passen. Nee, het is, de raad is gewoon aan zet. Goed, dank u wel. Ik nog even, de heer Salden had niet het woord gevraagd, wel even nog antwoord op de vraag van de heer Govers. Bent u voor of tegen? Want de heer Govers heeft eigenlijk aangegeven, ik zou met terugwerkende kracht nog een aantal zaken onderzocht willen zien, die vraag expliciet voor te leggen aan zijn collega's. De heer Koumans. Ja, om in ieder geval een misverstand te voorkomen wat op termijn zou kunnen ontstaan. Ik had afhankelijk geen behoefte om nog erg veel te zeggen. Maar in de discussie zoals die nu gegaan is, verdient toch om nog een paar woorden hier over tafel te brengen. En wel het volgende. Wij zijn bereid als Stijns Belang
stevig vooruit te kijken. Maar meneer Koumans, u vraagt nu eigenlijk gewoon alsnog een tweede termijn, maar ik was aan die kant bezig. Dus ik kom zo bij u, ik dacht u had een korte interruptie. Maar u vraagt alsnog een tweede termijn. Dus dan kom ik dadelijk bij u terug. Prima. Ik zal u dat niet vergeten, ik zet u gewoon op het lijstje erbij. Maar ik had even de vraag aan de heer Salde, want ik was aan de rechterkant. Nou, voorzitter, laat ik zo stellen. Wij willen inderdaad niet terugkijken, maar vooruitkijken. Wij zeggen ook dat het nieuwe subsidiebeleid, dat moet helder en transparant zijn. En oude regels, die moeten we maar laten vervallen. En wij vragen informatie van 2015 en 2016 welke subsidies toegekend zijn, om daar beter een kaderstellend project door te krijgen. Maar daarmee ondersteunt u eigenlijk het verzoek van de heer Govers, want het is bijna een identiek verzoek. Dat moet ik dan constateren. Voorzitter, bij interruptie, als u het rekenkameronderzoek gelezen heeft en u heeft ook naar de bijlages gekeken, staat er tot op een euro nauwkeurig waaraan wij de subsidies hebben verleend. Dat staat in een hele waslijst van activiteiten, in totaal iets van 4,1 miljoen of zoiets, heb ik in mijn hoofd. Dus dat staat allemaal heel goed gespecificeerd naar werkplanproduct, of het amateursubsidies zijn, of het muziek te maken heeft, of het met peuterspeelzalen, kinderdagopvang, schoolzwemmen, noem maar op, al die dingen staan vermeld. Voor de afgaande jaar, maar voor 2016 niet. Goed. Dat zal niet veel afwijken van 2015. De heer Govers, bij interruptie. Voorzitter, de heer Meijers die geeft inderdaad aan, deze lijst is het, voorzitter. Daar is geen misverstand over bestaan. Maar de relevantie van het verhaal is, zit hier ten opzichte van andere verenigingen subjectiviteit in? Dat was mijn vraag. En dat is wat de Rekenkamer zegt. Er is geen objectiviteit, dus het zou kunnen dat hier subjectiviteit in zit. En dat is wat ik het college vraag, om daar nadrukkelijk naar te kijken. En anders moeten wij het huiswerk gaan maken. En dat vind ik niet correct, want de aanvragen zijn door het college beoordeeld, niet door de raad. Goed, die vraag wordt gewoon aan iedere fractie voorgelegd. Dat is net ook aan het CMB. Daar heeft de heer Meijers al van aangegeven daar geen behoefte aan te hebben en zich vooral te willen richten op de toekomst. Dat heeft de D66 ook aangegeven. Ik geef het woord nu aan de heer Thomassen. Voorzitter, de Partij van de Arbeid heeft dat ook aangegeven. Partij van de Arbeid ook, ja. Dat heb ik genoteerd. En de VVD heeft aangegeven eigenlijk min of meer het voorstel van de heer Govers te steunen. Zo heb ik het even vertaald. Ik geef het woord aan de heer Thomassen. Ja, voorzitter. Laat ik in ieder geval zeggen dat ik blij ben met de steun die een aantal andere partijen uitspreken. Dat het belangrijk is om aan de voorkant eerst goed beleid en goede kaders vast te stellen. Om zodoende ook objectief te kunnen vaststellen of een partij, los welke het is, op een goede en transparante manier en ook eerlijke manier subsidie verkrijgt. Daar zijn we het volgens mij allemaal over eens. Dus dat is ook de eerste opdracht richting college. Ik distancieer me van de woorden over willekeur en subjectiviteit. Want het is, zoals de heer Meijers zegt, volgens mij lagen er duidelijke uitgangspunten. En er is ook steeds naar getoetst op het moment dat een subsidieaanvraag is gedaan. Wat betreft de opmerking van de heer Zalde, een stimuleringssubsidie is volgens ons een manier om zeg maar maatschappelijk activiteiten te ontplooien en te zorgen dat net dingen gebeuren waar we samen veel waarde aan hechten. Ik noem maar een voorbeeld, participatie ontstaat niet zomaar. Daar moet je in willen investeren. En dat doe je soms door een incidentele en soms zelfs door een structurele subsidie te geven. Maar dan moet je dus wel als college en als raad moet je vooral een positieve insteek kiezen in dit soort elementen. Wij willen geen willekeur, maar we zijn wel ook voorstander van een heldere relatie tussen aan de ene kant van wat willen we als beleid, noem het maar de inputkaders, en de output en de bijdrage die dat vanuit de verenigingen dan wel andere instanties vraagt, om uiteindelijk ook te laten zien dat, dat het tot iets leidt, zeg maar. Dat is wat wij vinden van dit subsidiebeleid. De interruptie in vraag aan de heer Thomas. U spreekt van een stimuleringssubsidie. Incidenteel kan ik heel goed mee leven, daar heb ik geen probleem mee. Maar een structurele stimuleringssubsidie, die gaat er bij mij niet in. De heer Thomas. Ik heb gezegd, meneer Zalde, dat een stimuleringssubsidie bedoeld is om initiatieven te stimuleren die wij zelf heel belangrijk vinden. En ja,
Het kan zo zijn dat het zelfs ertoe leidt dat het een structurele subsidie leidt, omdat het uiteindelijk ook resultaat beoogt waar wij met z'n allen achter staan. Goed, en dan nog even meneer Thomas, antwoord op de vraag zoals de heer Govers aan de fracties heeft voorgelegd. Ja, voorzitter, wij kijken vooruit. Het heeft geen zin om terug te grijpen in dingen die gedaan zijn. Dus nogmaals, wat ik net al zei, volgens ons is subsidie verleend op basis van heldere uitgangspunten. En er kunnen best wat hier en daar wat nuanceverschillen in zitten, maar volgens mij is er niet sprake geweest van willekeur. En kunnen wij daar dus ook niet achter staan om dingen uit te gaan diepen die er niet zijn. Goed, de heer Horrocks in ieder geval, die had niet het woord gevraagd, maar even de vraag van de heer Govers. Nou, ik vind het goed als we niet terugkijken, alleen vooruitkijken. Maar zullen verenigingen zich melden? Omdat wij hier discussiëren en een artikeltje van in de krant komt enzovoort enzovoort. Dan wil ik wel hebben dat die verenigingen serieus bekeken worden. Dat het niet blijft hangen bij die mensen van, hey, wij zijn benadeeld. Dat zou ik wel vinden. Maar we zelf gaan uitzoeken, dan zeg ik nee. Maar nou breek ik me de klomp, voorzitter. Als een vereniging zichzelf meldt, dan moeten we het blijkbaar wel aan de slag. Maar als verenigingen zich niet melden, dan laten we het doodbloeden. Ja, nou, dat is natuurlijk willekeur ten top. Dus consequent in het verhaal, terugkijken. En inderdaad, dus niet van twee walletjes zitten. Voorzitter, ik adviseer en ik zal die vereniging allemaal een briefje schrijven. In godsnaam, ga snel naar het college om die toets te laten doen. Dan ben ik het met de heer Horrocks eens. Goed, ik geef het woord aan de heer Koumans. Dank u wel, voorzitter. Eerst een reactie op de vraag van de heer Driessen. Wij kijken graag mee en wij praten en zien graag mee hoe we die kaderstelling met z'n allen kunnen regelen op een zodanige manier dat die helder en duidelijk is als een opstart voor een nieuw subsidiebeleid. Dat vind ik een prima zaak. Ik kan er ook heel goed mee leven als CMB daar een voorzetje voor wil doen. Wij beoogden hetzelfde met het initiatiefvoorstel zo straks als ook een stukje aanjager, maar oké, dat is anders begrepen en opgevat. Ik kijk daar verder niet op terug. Ik heb het nu vermeld en daarmee is dat over. Ik denk dat die opmerking wil ik ook kwijt. Het zal niet zo zijn en dat zal onze inbreng ook niet alleen zijn dat wij dat wiel of CMB dat wiel gaat uitvinden. Wij doen dat met z'n allen. Er liggen ook goede voorbeelden. Wat de kaderstelling betreft, ik heb thuis een archiefje, het is niet altijd op orde, maar daar ligt best nog wat in, wat hier misschien weggekomen is een keer. Ik breng dat mee naar het overleg en dat zal ook een handje meehelpen. Dan heb ik een heel belangrijk punt, vooruitkijken. Prima, zeg ik, gaan we doen. Wij doen dat stevig als tijdsbelang, dan mag je ons afspreken. Maar niemand zal ons remmen. Niemand zal ons verbieden om ook op een paar dossiers nog achteruit te komen waar wij geruime tijd mee bezig zijn. Ik ga niet uitweiden. Als u me daartoe uitnodigt en vraagt, wil ik er in volgende instantie nog iets over zeggen. De heer Fiddelaars is goed geïnformeerd en het college is inmiddels ook als voltallig college goed op de hoogte, neem ik aan. Voorzitter, goed, en dan even mag ik de heer Koumans even van de iets heer vragen? Govers, nee, even antwoord op de vraag die de heer Govers heeft voorgelegd eerder. Wilde u nog met terugwerkende kracht dingen onderzocht zien? Of steunde u dat niet? Hebt u net niet goed geluisterd? Ik heb een aantal zaken lopen. Eentje geef ik u de datum bij, 12 oktober van het vorig jaar. En die maken wij af op een gepaste manier. Daar heeft de gemeenschap Stijn recht op. Wij kijken maar nog nu over subsidies, meneer Koumans. Precies, subsidies en huren. De heer Govers. En voor alle duidelijkheid, zou ook de heer Koumans wellicht het dossier Mergelakker daarbij willen betrekken? Volgens mij staat dat vandaag niet op de agenda, dus laten we tot de agenda beperken. Ik denk dat het college mij begrepen heeft. Ja. Als dat niet zo is, moet zich de heer Fiddelaars of het college maar even melden. Nu. Ja, goed. We hebben de twee termijnen gehad. Ik moet constateren, meneer Govers, dat er in ieder geval raadsbreed. De heer Meijers heeft nog. De heer Driessen had... Ik had nog over Mergelakker, voorzitter.
staat vanavond niet op de agenda, meneer Meijers. Over het mengelijke, voorzitter, wordt heel mistig en warrig en nevelig gedaan. Dat lijkt erop alsof er iets niet in de haak zou zijn. Als dat zo is, dan moet men concreet paard en wagen benoemen. Dan weten we waar het over gaat en niet mistig doen. Zover mijn informatie reikt, en ik heb bij de besluitvorming ter zake gezeten, is er niks aan de hand wat de kredieten betreft. Er wordt geroepen dat er forse overschrijdingen zijn geweest, voorzitter. Maar meneer Meijers, ik wil dat onderwerp vanavond staat niet op de agenda. Er is, nee, maar voorzitter, ik wil toch graag even reageren, want de heer Meijers kijkt mij rechtstreeks aan. Nee, we sluiten het onderwerp nu af. Ook meneer Meijers heeft een opmerking gemaakt, het staat niet op de agenda. Als een keer dat we besproken wil hebben, moet ik het accorderen. Wat mergelakker betreft merk ik op dat de raad daar met volle verstand besluitvorming heeft gedaan. En wat ons betreft als CMB... dit ook een gesloten dossier is. Goed, en het is ook voor vanavond gesloten, want het staat niet op de agenda. We hebben in ieder geval geconstateerd dat er een meerderheid van de raad, geen steun is voor het voorstel zoals de heer Govers heeft gedaan om terug te kijken naar een aantal zaken met betrekking tot subsidiebeleid. Stel je natuurlijk vrij om daar volgende keer wel een motie voor in te dienen. Maar nu heeft daar in ieder geval een meerderheid van de raad zich niet voor uitgesproken. Dat betekent ook dat we het debat hebben afgerond en dat we in stemming brengen het initiatiefvoorstel. Rekenkamerrapport subsidiebeleid gemeente Stijn. En ik vraag u, wie is voor het besluit zoals het voorligt? Kijk even rond. Dat is unaniem. Dank u wel. Dat betekent dat we over kunnen gaan tot agenda punt 10, de mededelinglijst ingekomen stukken. Er zijn geen woordmeldingen gedaan. En daarmee kunnen we overgaan naar agenda punt 12, dus de sluiting van de vergadering. Ik dank u voor uw aanwezigheid. Ik wens u hele prettige paasdagen. En daarmee sluit ik de vergadering. Dank u wel.